Goedenavond. Fijn dat jullie er eindelijk weer op school mogen en kunnen zijn. Het is veel, veel te lang geleden dat jullie hier in de hal gezeten hebben. En misschien is het wat anders dan normaal. Nou, vorig jaar was het ook zo, maar ik vind het super fijn dat jullie er zijn. En morgen hebben we natuurlijk deel 2. Welkom bij de afscheidsmusical van groep 8. Expeditie Beach Club. Het is een musical en die speelt zich af op het strand en in een vuurtoren. Er zijn een aantal strandwachten die komen op het briljante idee om in deze vuurtoren, een beetje oud vervallen, een heerlijk mooie beachclub te gaan maken. Nou, supergoed idee zou je denken. Maar er gebeurt nog wat. Er wordt namelijk een schilderij, een superbekend schilderij, wordt gestolen. Het meisje met de parasol. En helaas leidt alles en iedereen naar deze verlaten vuurtoren. En ja, hoe dat afloopt, dat zult u zelf wel zien. Ik zou zeggen, geniet van de musical van groep 8, maar bovenal van uw kind. Applaus! Er is schokkend nieuws. Zeker, het portret Het meisje met de parasol is gestolen. Een ramp. Dit schilderij is de waarde van 3 miljoen, hoorde ik. Zeker, van onschatbare waarde. Ons museum kon het portret tijdelijk lenen van het stinkend Rijksmuseum. Het is de kunstgraf van de eeuw. Wat een stress. Beste kijkers, gelukkig zijn de camerabeelden van deze laffe daad. Het gaat om een man met een bivakmuts, spijkerbroek en zwarte hoodie. Hij had een grote opvallende moker in zijn handen met de oranje uiteinden. En met dat ding ging je dwars over veilig glas heen. Wat een stress. Herkent u deze man of moker? Neem dan met voet met ons contact op. Goedemorgen, middag, avond. Zo, dat staat erop. Nu kan ik dit de hele dag uitzenden. Veel sterkte, mevrouw Prentjes. Mevrouw Netjes. U gaat weer naar het museum? Zeker. Mijn collega van het Stinkend Rijksmuseum wil me spreken. Die is woedend. Van alle spanning even uitwaaien op het strand. Dat is nou weer een voordeel als je vlak langs de kust zit. En het nadeel is dat je blijkbaar moet oppassen voor criminelen. Nou ja, hou me op de hoogte. Goedemorgen, middag, avond. Zo, daar ben ik dan. Kijk eens wat ik hier heb. Het meisje met de parasol. Gestolen uit het museum. Wat gemeen. Heel gemeen. Wat slecht. Heel slecht. Maar nu ik zo voor je sta, is de vraag, hoe nu verder? Mm.
Laten we het vieren. Niemand heeft door dat ik even niet netjes achter deze kunsthof zit. Ik ben een boef. Dat geef ik toe. Maar waarom steelt een onderdirecteur nou uit haar eigen museum? Wat is de reden? Ik kan je 3 miljoen redenen geven. 3 miljoen. Maar dan moet ik 3 miljoen jaar voor werken. Maar niet onder die stresskip, mevrouw Peentjes. Ik had er al lang de baas moeten zijn. Aan het einde van de middag verkoop ik het schilderij door op de illegale kunstmarkt. En tot die tijd verstoppen we het in deze oude vuurtoren. Laat dat maar een handige Harry over. Handig moest handige Harry zo nodig de hele glazen voorpui aan dicht te slaan. Overal in glas. Scherven brengen geluk. Mag ik mijn geld even vangen? Ik moet ook eten. Ja, dat zie ik aan dat smaak. Wil ook een stukje? Smaak is het toch al. Bah! Ja, dan niet. Ik krijg geld als het schilderij verkocht is. Verstopt de tussentijd boven achter het bord waarop staat instortingsgevaar. Niet betreden. Zeg, is dat niet gevaarlijk? Dat bord heb ik daar geplaatst, Harry. Deze vuurtoren is oud en vergeten. Hier komt nooit meer iemand. En met dat bord erbij durft helemaal niemand naar boven. Ik ben, al zeg ik zelf, briljant. Nou, meisje met de parasol. Ik ga jou eens goed verstoppen. Evelien had eigenlijk wel gelijk. Hier komt echt niemand meer. Zo gaaf! Niet normaal! Weet jullie het zeker? Zolang ik strandwacht ben, hoor ik de bezoekers al klagen dat er geen beachclub is. Niet normaal! Maar dit is dus een oude vuurtoren. En wat heb ik van de week opgehangen? Beachclub. Onze beachclub. Ik zeg het niet vaak, maar echt. Niet normaal! Doe jij eens normaal! Hoe kan ik normaal doen? Ik zie het helemaal voor me. Iedereen bij elkaar in de beste beachclub van de wereld. Alleen nog een naam voor de club. Beachclub niet normaal. Wat denk jij ervan, Pam? Ook al wordt het nog een hele expeditie. Expeditie Beachclub! Expeditie Beachclub, in onze strandtent, aan de bak. Expeditie Beachclub,
En heeft iedereen zijn stoelbewijs nog? Mooi, ik zie er een paar twijfelen. Jij en jij, al heb je geen bewijs, dan ga je naar de haaien. Hi, werd ik geroepen? Doe jij het niet zo gek? Je bent zo'n type die maandag naast zijn stoel staat, omdat het weekend erop zit. Onthoud dus mensen, ik controleer alles. Top. Die kwal kon praten op mijn ijsje op. Wat een shock.
wat een shock. Toen kwam ze het te boven. Ik hoop ik achteraf gezien mijn man. Zeg, waar is die gozer met dat schilderij? Hij heeft nog helemaal niets geproefd en die moker hoef ik echt niet. Nou ja. 375 euro, wat een geld voor een ijsje. En dan komt die stoel waar je erop zit ook nog blijf lachen. Je kijkt zo triest. Het is geen elektrische stoel, hè? Van de eigen bril. Ik ben hun. Filmpje gaat viral. Geen nood. Ik haal het glas uit je voet. Zeg, kun jij even helpen? Ik? Oh, ik kan niet tegen bloed. Valt u maar. Die mannen van tegenwoordig ook. Bloedsinappel uitverkocht. Sorry. Zo, en nu? Druk jij dus de mond er even op. Nou, dit kan een klein beetje prikken. Ah! Ik heb nog helemaal niks gedaan. Hoe heet je? Tila. Maar iedereen noemt me Tila TikTok. En dit is mijn broer Rick. Mijn TikTok-vak. Inderdaad. Jullie zijn getikt. Doe eens even normaal. Vandaar dat ik dat glas op het strand niet gezien heb. We waren net zo'n super grappig filmpje aan het opnemen. En toen... Klaar. Oh, dat viel mee. Zodra ze op TikTok praat, vergeet ze alles. Maar mag ik dat glas eens zien? Dit is geen glas van een fles of bril. Hoe bedoelt u? Bent u glasexpert? U ziet er namelijk eerder uit als een coole rapper. Dat zijn natuurlijk stevige drinkers. Nee, geen glasexpert. Een vriend van me, die in beveiliging werkt, heeft me ooit laten zien hoe dik beveiligingsglas is. Is het beveiligingsglas? Nou, in ieder geval niet veilig voor mijn voet. En kan iemand me helpen het strand op? Want ik heb al 1 minuut en 30 seconden niet kunnen TikTokken. Is er iemand? Oké, iedereen is weg. Schilderij pakken en weg. Staan blijven! Waarom laat iedereen mij steeds zo schrikken? Een beachclub? Hoe is het mogelijk net nu hier het schilderij verstopt te hebben? Dus we smeren hem! Een schilderij over een druk bezet Frans voeren, dat is onmogelijk. Kijk, een laken. Over het schilderij dus en pleiten. Nee, ik heb een ander plan. Luister. Goedemorgen, middag, avond. Mevrouw Netjes, bent u nog steeds hier? Oh, Annika Verstand van Opsporingvlucht. Eén momentje, ik kom er zo aan. Geen probleem. Ik wacht. Netjes, en ik wacht. En ik wacht nog eens. Netjes. Ja?
Ah, mevrouw Netjes, heeft u het grote nieuws gehoord? Mevrouw Pentjes, de directeur, heeft ontslag genomen. Wat een stress, wat een opluchting. Evelien, neem dit alsjeblieft aan me over. Dit is jouw moment. Ik moet ontspannen. Wat heerlijk. Ik bedoel, ook dat nog wat afschuwelijk. Het komt allemaal door de kunstenaar van de eeuw. U hoort het, beste kijkers. Dit is geen storm in een glas water. Dus. Overigens moet de storm nog komen. Storm? Hoe bedoelt u? Hey, Beach Boy, kun je even beeld stappen? Ik, de nieuwe directeur van het bekende museum Kunst aan de Kust, wordt hier geïnterviewd. Oh, sorry. Sta ik in beeld? Gaat het verder. Dan moet je als eerst uit beeld stappen. Goed. Je had het over storm? Zeker. We kregen uit een betrouwbare bron te horen dat er een grote zandstorm aan komt. Dus bent u op het strand of ligt u lekker in het water? Ga dan niet naar huis. De storm kan elk moment losbreken. Zoek beschutting in bijvoorbeeld deze vuurtoren. Precies. Geen stress. Dat zou allemaal wel loslopen. Straks staan ze uit de weg. Iedereen komt deze kant op gerend. Ik vang ze hierop en stuur ze naar boven. Naar jou, Daan. Prima. Ik doe de eerste verdieping. Ik ga met u mee. Dacht ik eindelijk in ontspannen. Bam. En ik doe de tweede verdieping. Nee, ik zou er niet naartoe gaan. Vanwege is het te zwaar. Ik zou het iedereen laten weten. Sorry. Einde interview. U hoort de beste kijkers. Gelopen fles. Ik hier voor de storm. Daarover gesproken, het loopt hier ook storm. Staat er net zo lekker te TikTokken. Gelukkig heb ik een filter waarop de zon altijd schijnt, ook als het stormt. En kijk, met dit filter ben ik weer heel knap. Heel knap. Bij jou werkt het niet echt. Ik moet hier schuilen. Ik in mijn mooie shirt van 29,95. Verkrijgbaar in alle maten. Wees gerust mensen, automatisch ruimschoot op voorraad. Plus deze mooie pet van €39,95 en zonnebril van €149,95. En jullie zijn? Karma Elite. Ik loop altijd heen en weer over het strand met mijn zus Carla. Wij dragen de mooiste beachkleding. En kijk de slippers, ogen krijgen maar het roze vrouw. Iets voor jou, Pen? Jullie zijn hier om te schuilen voor de storm. Dus ik zou even stoppen met deze modeshow. Ben je mal? Straks komen wij met een nieuwe outfit. De show gaat altijd door. En wou de leuke stormkorting. Een leuke hoed met roze stormwind. Begrijp je? Glashelder. Jullie kunnen gewoon naar boven lopen hoor. Geen paniek. Ziet onze kleding niet goed aan? Jawel hoor. Perfect. Dan is het toch geen paniek. Laat de storm maar komen. Wow. Wat een golven. En nu mogen we het water niet op. Hey dude. Ik kan natuurlijk niet surfen met deze stormkorting. Begrijp je dude? Nee, niet verstandig. En jullie zijn? Surfdude. Surfdude, dude. Dude. Is dat je naam? Dude? Yep, dude. En heb je hier trouwens ook computer? Nee, sorry. Dude. Nou, dan had ik over het internet kunnen surfen. Dan maar even chillen. En zo gaat het heel wat jaar dus al. Hi! Heeft u die surfdude gezien? Die ga ik toch maar maken met deze high wind. Die weet niet eens wat dat net is. Echt niet. Overigens ben je ook een lekker hapje. Daarover gesproken, een kopje soep gaat erin. Kippensoep, tomatensoep, geen haaivinsoep. Vind ik niet lekker. Doei. Oké, iedereen is binnen. Ik hoop dat de vuurtoren houdt. Wat zoekt u? Kijk, nog meer glas, weet u. Het klopt gewoon niet. Luister, we hebben nu geen tijd voor spelletjes. Er komt een storm volgens de ANK van het opsporing gevlogd. Dus ga jij lekker chillen of rappen, Beach Boy. Heb je ook een naam? Inspector Storm. Is dit een grap?
Inspecteur Storm? Nee, politie. Waar heb ik mijn legatieve maat? Dat bericht van die storm, dat had u bedacht? Ja, yep, ik heb namelijk iedereen nodig. Dus er komt helemaal geen echte storm? Nee, de storm ben ik. Er is een zeer de schilderij gestolen, een museum hier vlakbij. Ik heb eigenlijk geen dienst, maar toen zag ik hier het beveiligde glas waar de inbreker dwars doorheen ging bij de inbraak. En ik geloof dat de dader in jullie beachclub zit. Om een paar stukjes glas, inspecteur? Oh, mevrouw Netjes. Ik had net over een museumbarren werd. Niet alleen een klein stukje, maar een heel spoor aan glas ligt van het museum tot aan hier. Ik heb het zelf gevolgd, dat zegt toch niks? Misschien wel, misschien niet. Maar het lijkt me dat u blij bent dat alles goed wordt onderzocht in deze zaak. Ja, natuurlijk. En waar waren jullie strandwachten vanochtend tijdens de inbraak? Op het strand. Kan iemand dat bevestigen? U zelf, inspecteur. Ik heb u 3 keer mot-op-mot beademing moeten geven omdat u bijna verdronk. Weet u nog? Daan en ik hebben u steeds uit het water moeten trekken. Ja, ik ben namelijk niet zo'n zwemmer. Mogen wij naar boven? Als de mensen hier moeten blijven voor onderzoek, mogen ze wel altijd drinken krijgen. Ja, jullie strandwachten hebben een alibi. Die is nou geen alibi. Ben je wel een inspecteur? Je ziet er niet uit als iemand van de politie. Ja, sorry, weet ik. Ik ben gewoon mezelf. Ja, dat zie ik. Maakt u zich geen zorgen. Ik pak de daders. Alles gaat na als een soort van puzzel. Tot ik het oplos. Het schilderij komt terug. Bravo, inspecteur. Oh, u heeft verf op uw handschoenen. Heeft u net iets geverfd? Ik heb vast nog iets aangeraakt wat nog nat is. Oh, ja, natuurlijk. Ziet u, ik blijf denken en denken. En dan zeg ik, boom! En dan weet ik hoe alles zit. Boom, dat doet het in mijn kop. En zo los ik een misdaad op. Ik weeg van alles af en dan. Volg het spoor, wat mis ik hier? Ik hou jou in mijn vizier. Ik weeg het nog eens af en dan. Boom! Boom! Hey dude, ze hebben boven hele lekkere
vol jong haai. Mevrouw Netjes, waar gaat u naartoe? Ik moet weer naar het museum, inspecteur. Dat zal helaas niet gaan. Iedereen, maar dan ook echt iedereen, moet in de beachclub blijven tot ik deze zaak heb opgelost. Maar ik ben toch geen verdachte? Ik mag niemand uitsluiten van mijn baas. Volgens mij zit je er helemaal naast om een paar stukjes glas. Ik snap er geen hout meer van. Oh, Nancy en Sarah Spurs, kunnen jullie even komen? Nancy Spurs, tot de beschikking, inspecteur. Met een stuk van het houtlijst gevonden in het zand. En Sarah Spurs, tot uw beschikking, inspecteur. Ziet u, we zijn heel dicht bij het schilderij. Ziet u hier op de muur wat ik zie? Kauwgom. Ontsmakelijk zeg. Ze plakken kauwgom tegenwoordig ook overal. We gaan van glas naar kauwgom, inspecteur. Precies dezelfde kauwgom die we vonden in het museum, waar het meisje met de parasol is gestolen. Inderdaad, dezelfde kleur, dezelfde smaak. Boom! Wie heeft drie kauwgom? Berg dan maar op als bewijsmateriaal, Nancy. En heb je het telefoonnummer van Gladde Tony? Gladde Tony? Die geheide crimineel? Zeker. Als iemand het schilderij wil doorverkopen, is hij het wel. Of misschien is hij wel de dader. Hier zijn Gladde Tony's gegevens, inspecteur. Dit is de gegevens van zijn handlanger Gio. Die rare kwast. Zullen we nu naar boven om de mensen te ondervragen om hun alibi te horen? Doe me, Nancy. Maar waar is mijn notitieboekje? Moet u deze even vast? Oh, voor ik vergeet. Kunt u hier de wacht houden, zodat niemand de beachclub in of uitgaat? Er is wel allemaal politie op het strand, maar het is zo vervelend als de mensen worden opgepakt. Snapt u? Dus niemand mag eruit. Alles wordt hermetisch afgesloten. Pardon? Dat betekent dat er niemand uit mag. Zelfs geen mug. Zeker, komt in orde. Wat een aardig vrouw. Museum Bos maar met zo'n directeur. Wat een verstrooien vent. Hij geeft me zelfs het nummer van die Gladde Tony. Die ga ik bellen en maak een topdeal met hem. Snel het nummer op mijn telefoon opslaan. Kijk eens. Precies zoals je wilde hebben. Perfect, Harry. Hang daar maar op. Ik heb zo het gevoel dat het meisje met de parasol niet gevonden wordt. En ik heb het nummer van die Gladde Tony aan wie wij het schilderij gaan doorverkopen. Slimme Evelien. Onhandige Harry. Overal ligt je kauwgom. Doe weg nu. De inspecteur zoekt iemand met die kauwgom. Oh, voor het vergeet. Inspecteur Storm. Sorry. Ik geef door het corona-gedoe geen handen meer. Heb ik u nou... Oh, natuurlijk. Vandaar die handschoenen. Net als mevrouw Netjes. Heb ik u nou de briefje gegeven? Stom. Ik ben ook zo verstrooid. Dat is niet handig, inspecteur. Nee, Harry. Kunt u zo naar boven komen? Ik wil u een paar dingetjes vragen. Natuurlijk. U kent elkaar? Nee, ik heb deze man nog nooit eerder gezien. Dat schrijf ik even op. Maar waar is mijn notitieboekje? In uw linkerhand, inspecteur. Oh ja. Zie ik u zo boven voor een kopje koffie? Hij drinkt geen koffie. Dat vind je vast lekker. Boom! Hé, hey, stond dit schilderij hier net ook? Wat een plaatje. Ik zie je zo. Die is zo verstrooid. Daar hoeven wij niks van te vrezen. Ik sta hier te zweten, maar jij blijft gewoon cool. Jij bent echt super slecht. Nou ja zeg, ik heb wel een hart hoor. Ik ben niet zomaar een platte schurk. Ik heb een hele zware jeugd gehad. Jullie weten natuurlijk niet wat er gebeurd is. Het begon allemaal toen ik in groep 8 zat, van de triangel. Ik zie het zo voor me. Mijn moeder zei... Oh, wat een prachtig decor voor die musical. Evelien, ben je gespannen? Dat hoeft namelijk niet. Je kan het, je kan het. Natuurlijk ben ik gespannen, mam. Ik heb een grote rol. Iedereen die van je houdt, zit in de zaal. Nou, ik zit liever thuis. Hey Kees, verpest het niet zo voor Evelien. Het is toch waar? Ik vind de musical altijd om te janken. En reken maar dat je kleine broertje overal erin gaat redden. Maar jullie zouden toch een oppas regelen voor kleine Benjamin? Die komt ook kijken. Het zou toch zo jammer zijn als je kleine broertje je afscheid op de basisschool zou moeten missen? Hij is pas een half jaar nou! Ik denk dat hij er weinig van meekrijgt. Net zoals zijn vader. Ik begrijp niks van het musical gedoe. Komt wel goed. Kijk, daar heb je de leerkracht van de klas. Nou, heel veel plezier bij de afscheidsmusical van groep 8. Een echt fantastisch enthousiast publiek, hoorbaar. Fantastisch enthousiast publiek, hoorbaar. En je liedje gaat zo, hè? Toi, toi, toi. Als kleine Benjamin maar stil blijft. Nou, ik weet zeker dat je me er nog harder gaat uit, mijn kleine Benjamin. Natuurlijk, mijn kleine Evelien wordt een grote meid. Klaar voor de middelbare school. Dus mag ik even janken, alsjeblieft?
als Benjamin maar stil blijft. Het is mijn moment. Als je ziet, hier in de spotlight zing ik mijn lied. Het is mijn moment. Moet ik lachen, moet ik janken? Mijn moment. En wat heb ik veel te danken. Voor die bak slagroomijs. Maar ik heb nog zoveel meer smaken. Spruitjes. Ha, nee, wat hier. Die heb ik! Wacht, ik pak hem even. Ik heb nog een hele emmer. Lekker hoor, inspecteur. Eet smakelijk. Bespeur ik je een beetje spijt, inspecteur? Dan hoef je niet echt een speurder voor te zijn, Nancy. Spruitjes ijs. Bah. Prima keuze, inspecteur. Eerst even een beetje proeven en... Oh, nee. Keihard. Staat te
Freezer te hoog? Wat gek. Doe verder geen moeite, Roberta. Het is mijn eer te na. Ik zorg dat u ijs krijgt van Roberta Prima Elwell nu. Momento, senior. Oké, en nu weer even focus op de zaak. Het meisje met de parasol. Weet u zeker dat de dief in de beachclub zit? Dieven. Ik denk aan twee dieven. Maar de vraag is, kan ik het bewijzen? Zo niet, dan is dat een mokerslag. Uitweg! Een grote klap en nu krijgt u een stukje ijs. Stop, inspecteur! Kijk, de moker van de inbraak! Beste kijkers, u bent getuige van een schokkende onthulling. De dader had een grote, opvallende moker in zijn handen. En kijk eens wat Roberta Prima in haar handen heeft. Maar ik ben onschuldig. Ik heb dat ding gekregen van... Wacht! Spannend. We gaan even naar de reclame. Ze vragen mij wel eens, hey dude, blijf je haar zo gaan zitten? Zelfs in de winter met beachlooks spelen. Hou ik mijn prachtige lokken, word ik breed en kan ik heel goed surfen. En liegen, net zoals Roberta Prima. Wij lopen nog steeds heen en weer over het strand met onze mooiste kleding. Maar hoe hou je alles mooi kleur? Ik kan dus ergens op bedenken dat een prachtige strandjurk zijn kleurverlies. Wat dacht je van een ijskoevrouw die eigenlijk schilderijen steelt? Je hebt gelijk, maar wij steden zo met deze pet van €29,95 in de uitverkoop. En mensen echt waar... Wij liegen niet. Bang, je moe. Neem dan deze Bang Energy. En je bent niet meer moe. En ik wil gewoon net zo goed liegen als Roberta Prima. Stop! Stop deze afschuwelijke reclame. We zijn weer terug, kijkers. Nancy, is dit de moker van de roos? 100%. Nee, echt. Hij was van een ander. Dit is een misverstand, inspecteur. Bla, 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 bla. Sarah, mag ik de moker eens? Natuurlijk, inspecteur. Aan de kant, voorzichtig met bewijsmateriaal. Anders ben ik nog meer uren bezig met het maken van een procesverbaal. Nancy, kijk eens of er vingerafdrukken op de moker zitten. Ik ga het gelijk onderzoeken met het beste crime team van heel Nederland. Hey, 020! Ben je helemaal van het potje geplukt? We zijn hier voor onderzoek! Lieve dansjes! Hier is agent 010. Helemaal het rotje knol gekomen, inspecteur. Ik sta tot uw beschikking. Wat heb jij nou te lopen, te leggen, te staan, te lezen? Fijn dat ik hem help. Ik zeg altijd geen woorden, maar daden. Lee, ben ik te laat, mensje? Welke bagel is je daden? Daar heb je geen 020, die kroot de koker. Ja, toch? Niet, hè? Moet die maar hebben. Agent Flap Brom. Zie hem weer de hoogste lied. Nou, nog even. En agent 073 komt hier ook. Dan is het helemaal afweest. Kijk, gezellig. Maar wat zijn de agenten? Is er ergens over de dader? Ze heeft net als onze club een advocaat nodig. Advocaat? Sorry. Ik neem meteen mijn advocaat in deze gezellige carnaval. Moet die aan die baben met je carnaval. Zeg vanuit hoe ik ook was. Agenten, jullie moeten samenwerken. Zijn jullie helemaal gek geworden? Zeg, welke agent is ik hier nou te staan te wijzen? Ik kom naar Tjern, maat. Daar is niemand in Brabant. Nee, en schiet op. Ik heb niet alle tijd. Ik kan niet lang bezet blijven. Verrek, daar heb je agenten in het leven. Zeker wel. Men kan u niet makkelijk aan het lijntje houden. En mij zeker niet. Maar ik heb... Stil. Ik ben in gesprek. We gaan aan de slag. Roberta Prima is er gloei bij. Die moet zitten. Roberta Prima is er gloei bij. Die moet zitten. Yeah.
Ik speel de pukkel en ik de bedkop. Zo zijn de rollen hier verdeeld. Vertel, vertel, ik vraag het aardig, ongeloofwaardig. Dus zeg eens op waarom je stilt. Bla, 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 bla. Kom niet aan met bla, bla, bla. Want daar prikken wij zo doorheen. Bla, 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 bla. Is dat wat je zegt? Ja, ja. Als je liegt zien wij dat meteen. Bla, 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 bla. Kom niet aan met bla, bla, bla. Want daar prikken wij zo doorheen. Bla, 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 bla. Is dat wat je zegt? Ja, ja. Als je liegt zien wij dat meteen. De waarheid. Beste mensen, hier komt de ijzer van een vingerafdrukken. Laat maar aan, Nancy. Alleen een vingerafdrukken van Roberta prima zeker. Inderdaad, inspecteur. Maar inspecteur, het zit zo. Ik... Bla, 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 bla. Oh. Bla, 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 bla. Kom niet aan met bla, bla, bla. Want daar prikken wij zo doorheen. Bla, 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 bla. Is dat wat je zegt? Ja, ja. Als je lief. Ik moet eerder even afkoelen. Kon ik maar even in mijn eigen vrieskist gaan liggen, die gek genoeg te hoog stond afgesteld. Dat zal niet gaan. U gaat mee naar het bureau. Dat betekent dat het strand weer open is. Ja! Yeah! En wie wil je dan een lekkere strandstoel? Zo, dus dat is opgelost. Jij gaat lekker brommen in de Amsterdamse gevangenis. Precies, hè? Waarom niet de gevangenis in Rotterdam eigenlijk? Ze heeft een zware straf nodig. En wie wil er nou in Amsterdam zitten, gozer? Jullie gaan allemaal met agent 112 mee. Ik doe de ta. Oké, ik de toe. Ik weer ta, jij weer toe. Wat lief? We gaan, zeg toe. Geen toe. Wij zeggen dan gewoon, ha doe. Ta. Toe. Ta. Ha doe. Ta. Toe. Ta. Ta. Toe. Ta. Zo, die zijn weg. Maar inspecteur, nu weten we nog niks, want waar is het schilderij? Alles op zijn tijd. Wachten op de echte boom! Wat een gezellige biertje. Lekker nachtstap met mijn lieve Tony. Ik word gladde Tony genoemd, Fanny. Dus, ik zal je rug even lekker inspelen met Omi. Gladde Tony, de man die iedereen vreest. Die iedereen vreest? Wel nee, hij is zo klein. Hartje, weet ik. Maar van buiten lijkt van steen. Een echte zakenman. Hé Gio? Ja Bas? Luister, er is een schilderij gestolen en die ga ik weer doorverkopen aan een kunsthandelaar. Uit de kunst, Bas. Snap je, Gio, Fanny? Ik heet Gio, Bas. Niet Gio, Fanny. Zij heet toch Fanny? Oh ja. Ik bedoel Fanny. Tony, over zorg gesproken. Ik ga lekker weer in het zonnetje liggen. Is dat het schilderij? Nou, wat mooi. Ik smeer mezelf goed in en ik smeer hem even. Werkt ze, Tony? Ah, glad Tony. Daar bent u. Ik neem aan dat we zaken kunnen doen. Kijk eens aan. De keurige directeur die stiekem schilderij verpatst uit haar eigen museum. Dat staat je netjes. Mevrouw Netjes. Ik hoef voor jullie geen preek. Doen we zaken? Wat wordt het? Ja of ja? Luister, ik heb een kunsthandelaar gesproken en de prijs die ik jullie kan bieden is... 3 miljoen. Het gaat hier om het meisje met de pazel. Echt een paaltje. Maar eerst wil ik weten hoe je hiermee deed weg te komen. Ik hoor dat inspecteur stomme zaak zit, baas. En ik hoor de vader zeggen, dat is geen natte wind. Die storm. Maak je geen zorgen. Die denkt dat de ijskoevrouw van de beachclub de dief is. Ijskoevrouw? We hebben haar vrieskist
zo hoog gezet dat ze alleen nog maar met een moker een stukje ijs kon laten proeven. En dat is precies de moker waarmee ik door het beveiligde glas ging. En ze is nu alleen haar vingerafdruk op. Kijk, wij dragen handschoenen. Arme, stomme Roberta Prima. Roberta Prima is mijn bloedeigen zus. Oeps. Als jullie niet zorgen dat ze voor vanavond vrijkomt, breek ik jullie penen. Zo is het, baas. En ik wil schooldraad gratis. Jullie krijgen helemaal niets. Anders vertel ik het tegen de politie. Oh, mijn arme zus die al een ijs wil verkopen. Ik word gek. Maar hoe kon ik dat nou weer weten? Dat is toch wel heel toevallig. Zwijg! Tony, let op je woorden. Deze twee staat alles te filmen. Dat was geweldig. Een briljant TikTok. TikTok? Ja, die playback op die gangsterfilm leek net echt. Welk oude fragment gebruiken jullie? Echt supercool dit. Ja, TikTok. Wist het filmpje even, wil je? Ik maak een foutje in het playbacken. Ik doe hem even opnieuw. Oké, maar volgens mij ben je TikTok. Die was namelijk echt gaaf. Zal ik even een tikje geven, baas? Nee, Gio. Voor mij was het ook nog spraal. Zeg Tokkie, megatik. Is het echt zo leuk? Het is een wereld op zichzelf. Net als jullie doet iedereen een TikTok. Even met je zonnetje. Je ziet zo bleek. Tuurlijk, meisje.
En als ik terugkom, hebben deze meneer en mevrouw een heel mooi schilderij van mij. Het meisje met de parasol. Want anders... worden zij heel bleek. Haha. Kunnen zij net zo leuk tekenen dan? Dat hebben wij weer. Is het precies zijn zus die we de schuld hebben gegeven? En dan worden wij afgeperst? Wat nu? Vluchten kan niet meer. Een liedje, dat lijkt me nu echt niet handig. Ik moet de inspecteur vertellen dat ik afgeperst word. Alleen hij kan Gladatoni stoppen. Maar dan vertelt Gladatoni toch aan inspecteur Storm dat jij achter de hele kunstroof zit? Dat is zijn woord tegen het mijne. Zolang het schilderij nog niet gevonden is, kan niemand mij wat maken. En dat allemaal om een portretje. Een portretje? Weet je wel niet hoe bijzonder het schilderij is? Geschilderd in 1665 en uitgroeit tot de populairste schilderij ooit. Ik zie het zo voor me. Blijft u maar lekker zitten in uw te dure strandstoel en houdt u vast. We gaan terug naar het jaar 1665. Hoe is het portret ontstaan? Het is geschilderd door... Johannes Verschee. Waarom voelt die vreselijke parasol toch mee? Schilderlijk de zon, niet dit lelijke ding. U hoort en ziet het meisje met de parasol. Ze heeft er duidelijk zin in. Vreselijk. Volgens mij komt die parasol prachtig uit verf. Zet hem maar leuk neer. Zo goed? Nee. En het zou fijn zijn als mijn vrouw eens meewerkt. Zo gaat het nog heel lang duren. Kortom, 2 uur later. Dit wordt een hele lange dag. En nacht. Wacht! De nachtwacht is een schilderij voor Rembrandt. Maar daar gaat dit verhaal toch niet over. Hou jij die parasol eens vast? Wat een slecht idee. Een gouden idee. Ze leven namelijk in de Gouden Eeuw. Daar merk ik anders niks van. Mijn vader zei nog zo, trouw niet met een schilder. Dat zijn hele rare kwasten. Rare kwasten zijn vreemde figuren, zoals... Zeg, wat is dit? Zoals deze mevrouw. U kunt niet storen, ik ben een verhaal aan het vertellen. Kan me niks schelen. Waarom hebben zij geen parasol van mij? Dat ding verhuur ik niet. Mevrouw, ik ben een verhaal aan het vertellen. Je kan me nog wel meer vertellen. Dit speelt zich af in 1665. In geen 1665 jaar dat ik dat geloof. Gewoon een parasolletje of een stoeltje bij mij huren. Vraag me aan al deze mensen. Ik controleer alles. Hey, vinger uit die grote neus. Zeg, waar waren we gebleven? Ja, je staat echt perfect zo. Echt? Ik moet wel wat uit de verf komen. Kijk dan wel gewoon. Niet zo'n gekke, mysterieuze glimlach zoals die ene Lisa. Je weet wel, die laatste mij geschilderd wilde worden. Hier wordt de Mona Lisa genoemd. Maar ook daar gaat dit verhaal niet over. Blij dat je die klus niet hebt aangenomen. Wat een portret, dat mens. Ik heb haar doorgestuurd naar Leo. Leonardo da Vinci vind ik een prachtige schilder. Naar Leo? Waarom niet naar Van Gogh? Die had er geen oren naar om haar te schilderen. Wordt het wat? Het wordt prachtig en je vader heeft gelijk. Ik ben een rare kwast, maar dit wordt een meesterwerk. We worden rijk en zo niet. Hebben een hele leuke dag gehad in de zon. Rijk qua geld is Johannes van Zee nooit geweest. Maar hij en zijn vrouw wisten dat liefde om je heen pas echt rijkdom is. Alles komt goed. Leun maar op mij. Ik zie het licht. Mooie kleuren om je heen, hier nog wat rood, daar nog wat blauw. Wat wordt het mooi, en de pijn verdwijnt al gauw. Jij lijkt weg te vliegen, als een meel boven de zee. En je roept, ik voel me weer oké. Als een meel boven de zee. En je roept, ik voel me weer.
verdwijnt vanzelf weer alle kou. Nee, dat niet. Maar ik ben netjes hier. Zeg dat u haar bedreigt. Dat zou ik nooit doen. Nooit. Het is juist een hele lieve man. Je moet aanzien dat zijn lieve zus onterecht wordt aangezien als dader van de kunstroof. Terwijl zij de dader is. Daar denkt inspecteur heel anders over. Oh nee, Evelien. Ik weet dat jij het gedaan hebt. Wat? Waar is mijn notitieboekje? Oh, Nancy. Je hebt het ook opgeschreven. Lees eens voor. Onderdirecteur steeds in de beachclub. Waarom? Kleine boem. Onderdirecteur steeds in de beachclub met Handige Harry. Zegt Handige Harry niet te kennen, maar weet wel dat hij geen koffie drinkt. En ver van de handschoenen. Ze dragen sowieso handschoenen. Dat staat op camera. 2 keer boem. Laat me niet lachen, inspecteur. Dit wijst helemaal niks. Dader belt nog gladde Tony. Maar helaas onderdien. U heeft gelijk. Niet genoeg bewijs om u in te rekenen. Maar Handige Harry wel? Geen enkel bewijs, inspecteur. Storm in een glas water. De kalkom uit het museum en in de beachclub heeft hetzelfde DNA. En die is van 1 persoon en dat ben jij. Ben ik gesnapt door mijn kauwgom terwijl zij het hele brein hierachter is? Nogmaals, geen echt bewijs. Kom, we gaan naar het bureau voor gesprek. Nee, wacht! Reken deze gek nu in! Ga je mij koud maken? Ook daar is geen bewijs van. Ik ben hier niet veilig! Ik zie niet dat meneer Gladatoni met een hard voorwerp op uw hoofd slaat. Bijvoorbeeld dat schilderij zou ik ook nooit doen. U kunt gerust gaan, inspecteur. Nee, wacht! Storm, kijk! Het meisje met de parasol zit achter dit schilderij. Ja. Kijk dan. Kijk, ik heb gelijk. En zo bewijzen wij dat sommigen zich beter voordoen dan dat ze eigenlijk zijn. En zo bewijst inspecteur Storm dat even netjes de dader is van de kunstroof. Komt-ie. Boe! Evelien, kijk, het schilderij. Het is terug. Wat zou je ook blij? Heb ik iets gemist? Niet alleen u, mevrouw Beentjes. Ook Evelien en Harry hebben niet alle zorg gehad. Dank u wel, Agent 00A. U kunt goed de deel spelen. Jullie ook. Wat? U heeft het allemaal in scène gezet? Dit is helemaal niet... Glad Tony? Nee, ik ben Agent 00A. Toen de inspecteur hoorde praten over Glad Tony, hebben we de echte Tony gewaarschuwd om weg te blijven. En speelde Agent 00A, Agent 00A... En ik praat het erop van ons leven. Bravo, inspecteur. Hoe meer buitenlappen. Hij verdient echt een medaille. En een ijsje. Noem het smaak en ik heb het. Oh. Jongens, wacht. Mijn dochter heeft inderdaad fouten gemaakt. Maar dat terwijl ze zo talentvol is. Dat had ik gezien tijdens de Astrid Musical van Gepacht. Ondanks mensen haar uitlachten omdat ze jaloers waren, zetten ze door. Dat talent heeft ze van mij. Van, ja. Ik zou zo snel Broadway kunnen zijn. Ik ben gek op musicals, altijd al gezegd. Ik kan wel janken. Netjes was het niet, Evelien, netjes. Ze kan netjes tekenen. De zon was echt prachtig. Echt? Heeft Evelien geschilderd, samen met mij. Dat talent heeft ze dus ook van mij. Inspecteur, ze verdienen een tweede kans. Ik hoor wat u zegt, maar eerst is het tijd om afscheid te nemen. Als het net zo emotioneel wordt als de afscheidmusical van Evelien, kan ik het echt niet droog houden.
beseffen. Dit komt nooit meer terug, maar tegelijk komen nieuwe kansen, als je ze maar pakt. Nieuwe kansen in het bereik. Wees niet bang dat jij een keer zal falen, want een tweede kans komt echt heel gauw. Niemand kan perfect zijn, als je maar probeert. Dan heb ik vertrouwen in jou. Maar eerst het allerlaatste lied, voordat de deur sluit, zing ik het allerlaatste lied en sla ik jou uit. Zijn er hoge golven en ontmoet jij jouw zand, als een rots in de branding. Maar eerst zing ik met jou op het strand. Hey yo, hey yo. Hey yo, hey yo, dit is het afscheid. Allerliefst, ik zal het nooit vergeten. Al het leed dat bracht ons dichterbij. Ga je kopje onder, denk dan aan ons terug. Weet je wat ik tegen je zei? Wees niet bang dat jij een keer zal falen, want een tweede kans komt echt heel gauw. Niemand kan perfect zijn, als je maar probeert. Dan heb ik vertrouwen in jou. Maar eerst het allerlaatste lied, voordat de deur sluit, zing ik het allerlaatste lied en zwaai ik jou. Zijn er hoge golven, het komt goed, jij houdt zand, als de rots in de branding. Maar eerst zing ik met jou op het strand. Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo, dit is het afscheid. Maar is het allerlaatste lied, voordat de deur sluit. Het allerlaatste lied, voordat de deur sluit, zing ik het allerlaatste lied. Dit is het afscheid, het afscheid, het afscheid, ons afscheid. Nu storm, inspecteur, maar het blijft horeca. Je weet het natuurlijk nooit. Als u begrijpt wat ik bedoel, de zon zal hier niet altijd blijven schijnen. Wat doen we in de winter? Ik kan er natuurlijk net wat laten achterkomen dat Evelien en Harry het schilderij hebben gestolen. Tot dan komt hier jullie expositie. Wat een booming idee. Van Expeditie Beach Club naar Expositie Beach Club. Als jullie nog een stressvrije directeur zoeken, bel mij vooral niet. Ik heb vakantie. Dit wordt mijn ons moment. Maar wel een zittende expositie, mensen. Kan ik nog wat stoeltjes huren? En hebben we de kaartjes nog? Kassa! En zo eindigt deze uitzending van Opsporing Gevlogd. Met de belangrijke boodschap dat iedereen een tweede kans verdient. Goedemorgen, middag, avond. En uit je takkie! Yay! Beach Club, dit wordt echt een top tent. Uit!
Hey jongens en meisjes, super goed gedaan. Echt wauw, gaaf. Zo, de eerste keer zit erop. Moe? Ja. Ja, hè? Nee. Oké. Okay. Nou, we hebben morgen nog tijd om het nog een keer te doen. Ik wil graag nog één groot applaus voor deze kanjers. Buigen maar. De kinderen komen zo even lekker naar buiten, kunt u nog even bijkletsen. Morgenavond is de tweede avond met de andere deel van de ouders. Na afloop, dat is rond 9:15, bent u allemaal uitgenodigd op het schoolplein om dan even wat lekkers te drinken met elkaar. En dan nemen we afscheid van deze groep 8 van uw kind. Dus dan bent u allemaal weer hartelijk welkom. Ik zou zeggen, alvast een fijne avond en klets even lekker bij. Tot ziens.